Hoi, ik ben Eva Lindeman. Ik ben de projectleider van Wij Samen Sportief in Veldhoven. En ook de sportdocent die de lessen geeft hier in de sporthal. Waar we helaas de afgelopen 2 maanden vanwege de coronamaatregelen al niet meer zijn met onze wijskinderen. We hebben een groep van ruim 35 kinderen van de leeftijd 9 tot en met 16 jaar. We hebben hier ook de pubergroep bij betrokken en dat gaat echt supergoed. En we gaan nu even naar de buitenlocatie kijken waar we vanaf 2 juni met de kinderen weer les gaan geven. Want we hebben alleen nog maar Zoom les gehad met elkaar, online met elkaar gekletst. En nu willen we echt weer gaan beginnen vanaf 2 juni met sporten met de kinderen. De kinderen die we proberen te bereiken zijn tussen de 9 en de 16 jaar hier in Veldhoven. We werken samen met GGD en andere zorgpartners en scholen hier uit de regio met betrekking tot de werving. Dus via hun werven we, sturen we brieven, nieuwsbrieven naartoe en zetten ook berichtjes op social media en in de lokale krant. De les die wij geven is echt de originele les zoals de wijze interventie ontwikkeld is. Dus we hebben een deel kindercoaching, een deel sport en een deel voedingseducatie. En die lessen verzorgen we binnen en die gaan we vanaf 2 juni nou hier dan buiten verzorgen op ons complex wat achter de sporthal ligt. Waar wat buiten tennisbanen zijn, gras, een terras, een speeltuin en in die plaats gaan we nu dadelijk de wijslessen proberen te verzorgen voor de kinderen zo goed als we kunnen. Nou, als eerste de grootste uitdaging was de werving, omdat we daar best wel veel tegenstand bij de scholen in het begin kregen. Daardoor werd de toegeleiding van de kinderen naar het project in het begin heel erg langzaam kwam dat op gang. Maar met GGD en andere zorgpartners en langzaamaan steeds meer naamsbekendheid te krijgen, ging de toeloop steeds beter. Waar ben ik het meest trots op is eigenlijk de combinatie die we hier aanbieden. Dus het sporten, het coachen en de voedingseducatie. En de samenwerking met die drie partijen, daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Dat is echt een samenwerking die voor het leven is en waarbij we proberen ook nog een hele lange tijd hier in Veldhoven door te gaan. Dat je heel veel tijd moet steken in het opbouwen van je netwerk. Werving meer tijd kost dan je denkt. En dat je moet samenwerken met partners waar je zelf een goed gevoel bij hebt. En waar je de jonge doelgroep goed mee bereikt. Dus let een beetje op de samenwerkingspartners, op de leeftijd. Pak niet te veel de oudere garde, niet denigrerend bedoeld. Maar de jongere garde sluit gewoon beter aan bij deze kinderen.